Hallo Manon. Hoi. Jij hebt Blockbusters geschreven. Wat is dat voor een boek? Het is een heel spannend boek. Het is de eerste in een serie, de Blockbusters. En het eerste boek heet het Picasso-mysterie. En dat gaat over Storm en Jimmy. Die vormen samen de Blockbusters, een soort onderzoeksclub van hele nieuwsgierige kinderen. En in dit boek vermoeden ze dat het beroemde schilderij De Jonge Dames van Avignon van Picasso gestolen gaat worden uit het restauratieatelier van Storms moeder. En wat hebben die jongens daar dan mee te maken? Nou, ze zien niet, ze vangen van alles op, een gesprek. En op een nacht zien ze dat er iets wordt afgeleverd. Ze kunnen niet zien wat het is, maar dan gaan ze op onderzoek uit. En het blijkt een heel beroemd schilderij te zijn. En vanaf dat moment vermoeden ze dat er dingen niet kloppen. Ze gaan van alles uitzoeken en hun tocht brengt hun helemaal naar Parijs. En hoe kwam je op dat verhaal? Het is een heel avontuurlijk verhaal. Ja, het is een heel avontuurlijk verhaal. Ja, het begint natuurlijk allemaal bij een schilderij. Je ziet een spannend schilderij, De Jonge Dames van Avignon. Dat op zich is al... Ja, een schilderij waar heel veel verhalen in zitten. Picasso zelf heeft er niet zoveel over gezegd, dus je kunt er ook heel veel van maken. Er staan 5 blote vrouwen op, dus dat is sowieso al spannend. En dan ga je zoeken. Je mengt daar andere verhalen doorheen. Dus het gaat niet alleen over een kunstenaar, maar het gaat ook over de kunstwereld, waar heel veel spannende dingen gebeuren. Kan je ook een spannend voorbeeld noemen van in de kunstwereld? Gebeuren daar dingen? Daar gebeuren zeker dingen, zoals in dit boek. Er komt een wereldberoemd schilderij van de andere kant van de wereld naar Nederland. En dat schilderij, dat gaat gestolen worden. Dat vangen deze jongens op, dat er iets gaat gebeuren. En dat gebeurt in het echt ook. Zulke soort dingen staan in de krant. Schilderijen worden geroofd, schilderijen worden kapot gemaakt. Er zitten hele bendes in die kunstwereld. Dus daar kun je echt hartstikke spannende verhalen over vertellen. In dit schilderij deed Picasso voor het eerst iets nieuws. Hij keek naar die vrouw, maar van verschillende kanten tegelijk. Dus eigenlijk wat je in je hoofd denkt. En dat propte die allemaal samen in dat ene schilderij. Eigenlijk dat je de zijkant ziet, maar je ziet ook de voorkant. En de achterkant en de onderkant en dat allemaal tegelijk. En dat kan natuurlijk in het echt niet. In het echt heb je daar verschillende schilderijen voor nodig. Maar hij deed dat allemaal in 1 schilderij tegelijk. En dat was echt iets nieuws. En dat heet het kubisme. En dit was zijn allereerste experiment, is het eigenlijk. Het was de allereerste keer dat hij dat probeerde te doen. Ik probeer te laten zien dat Picasso echt een vernieuwer was. Dus als andere kunstenaars hem nagingen doen, of andere kunstenaars gingen daar ook mee aan de gang, dan kwam Picasso eigenlijk weer met iets nieuws. Die bedacht weer een andere stroming of een andere manier van schilderen. Hij was eigenlijk een soort van trendsetter. Hij was echt een trendsetter in zijn tijd. Ja, hij was iemand die een nieuwe weg insloeg, daar alles probeerde te ontdekken. En zodra hij het door had hoe het werkte, ging hij eigenlijk weer wat anders doen. Daar komt het op neer. Dus Picasso, die was nooit tevreden. Hij was zo nieuwsgierig. En dat is eigenlijk wat ik een beetje probeer met mijn boek. Dat je nieuwsgierig wordt. Picasso was volgens mij gewoon een ontzettend nieuwsgierig mens. En die wilde dingen uitzoeken, dingen ontdekken. En dat is ook wel met die groep kinderen. Dat zijn ook nieuwsgierige kinderen. Dus die zien dingen en die gaan echt niet altijd over kunst. Ze ontdekken ook andere dingen. Ze ontdekken dingen, ze willen gewoon weten hoe die dingen werken. En waarom ziet dit schilderij eruit zoals het eruit ziet?